Dus zijn we naar Canada gegaan om werk te vinden. We konden niet anders. En toen hebben we onze baby hier gelaten. Voor de deur. Ja, onze kleine meisje. Onze Annie. Annie? U zei Annie? U bent de ouders van Annie. Er is nog niks gebeurd. Ja, mevrouw. Wij zijn de ouders van Annie. En waar zei u ook alweer dat u vandaan kwam? Van een klein boerderijtje in Canada. Met allemaal kippen, eenden, ganzen en haren. We noemen het... De Rooster Farm. Rooster! Je bent erin gevallen, hoor. Dat had ik niet gezien. Wat jij daarin trok. Je ging er helemaal in mee. Ja! En zo doet die worm ik zo. Even voor in de boekjes. Ik zweer het je. Ik ken een gast in Brooklyn en ik kan zo een valse geboorte achter elkaar knutselen. We hebben jouw hulp nodig, zus. Zonder jou lukt het nooit. Jij moet ons alle details vertellen over die Annie. Ja, natuurlijk. Ik kan jullie helpen, hè? Goed ook. Wat houd ik er aan toe? In ieder geval een derde, zus. De helft. De helft. De helft. Goed dan, de helft. Ieder van ons 25.000. Maar dat moet wel snel wezen. 3 minuten hooguit. Naar binnen, poen pakken en dan weer naar buiten. En dan wegwezen, de stad uit. We hebben nog wel een heel klein probleempje, Rooster. Dat kind, wat doen we met Annie? Daar is al lang over nagedacht. Dat is mijn allerbeste truc tot nu toe. De verdwijntruc. Die mislukt nooit. We pakken de poen en maken dat we wegkomen.